De Vereniging Herdenking Javaanse Migratie, VHJI, hield zaterdag in verband met de herdenking van 126 Javaanse Migratie een workshop met als thema de toekomst van de Javaanse taal. Hoe verder? Op 9 augustus is het precies 126 jaar geleden dat de eerste groep van 94 Javaanse contractarbeiders in Suriname arriveerde. De activiteit vond plaats in Sana Budaya en werd door de organisatie als een van de hoogtepunten van viering gezien. De organisatie is namelijk van mening dat de Javaanse taal verwaterd en daaraan iets gedaan moet worden. Door de jaren heen is het Javaans gemixt met veel woorden uit het Nederlands en Sranantongo. Tijdens de workshop hebben verschillende sprekers de onderdelen van de Javaanse taal aan de orde gesteld, waarna de participanten in groepen hebben gediscussieerd over hoe de taal te behouden. Ook werd gesproken over hoe de taal interessant overgebracht kan worden op de jeugd. Vanavond vindt in Sana Budaya de gebruikelijke kranslegging plaats om de Javaanse migratie te gedenken.